vraag moet ik Dr. Doom killen, zodat ik zijn mythics kan gebruiken en zijn plaats kan overnemen. In de hoop dat andere enemies denken dat ik Boss Dr. Doom ben. En daarvoor moet ik natuurlijk wel eerst de echte Dr. Doom even killen. En daar heb ik even een wapen voor nodig, dankjewel. Deze nemen we ook mee. Even de shield drinken voordat ik doodga. En hallo, Dr. Doom. Oh, er loopt hier een enemy. Oh nee. Ik moet kijken of ik Dr. Doom gewoon snel kan killen. Alleen ik heb niet heel veel kogels. En ik word beschoten door een enemy. Hallo, hallo, enemy. Ik weet niet of je door hebt, maar ik ben Dr. Doom. Je mag mij niet killen. Oké, ik ben benieuwd of je... Oké, hij heeft zeker weten door dat ik niet Dr. Doom ben. Enemy, laat me met rust. Ik kom hier met een missie. Ik wil doen alsof ik Dr. Doom ben, maar jij hebt me al zien lopen. Dus jij moet even dood. Wegwezen jij. Oké, kijk, dan heb ik meteen even lekker een wapen. En daarmee moet ik de echte Dr. Doom even zien te killen. Hallo, Dr. Doom. Ga jij eens even heel gauw dood, alsjeblieft. Oh, nee. Je hebt hele goede wapens. Oh, nee. Wat ben je aan het doen? Hé, Dr. Doom, doe eens even normaal. Jij moet dood. Kom op. Kom een beetje... Dr. Doom is echt heel scheef met zijn slechte pistool. Kijk, met mijn shotgun kill ik jou makkelijk. Oh, nee. Laat me met rust. Laat me met rust. Ik heb bij heel weinig shotgun kogels. Dat is niet heel slim. Dr. Doom, laat me met rust. Jij moet dood. Jij moet dood. Ik ben namelijk vanaf nu de echte Dr. Doom. Au. Ik heb bijna geen kogels meer. Oké. Dit is moeilijker dan ik had gedacht. Even een shield drinken. Nee, weet je wat? Die shield hebben wij niet nodig. We moeten gewoon Dr. Doom. Nee. Oké, ik heb kogels nodig. Misschien was het slim om eerst wat kogels te verzamelen. Oké, ik heb weer kogels. Dr. Doom, waar ben je? Daar ben je. Jij moet dood. Jij moet dood. Auw, Dr. Doom is bijna dood. Nog een paar kogels en Dr. Doom is dood. En jij moet ook dood. Jij bent al helemaal vervelend. Ik ben jouw baas, hè. Ik weet niet of je het door hebt. Maar vanaf nu ben ik de echte Dr. Doom. Dus we droppen eventjes alles, want ik mag namelijk alleen maar de wapens gebruiken van Dr. Doom. Dus jij moet even heel gauw dood. Doei. Ik ben de echte Dr. Doom. Ik weet niet eens wat voor geluid Dr. Doom maakt. Maar dit is de enige loot die ik mag gebruiken. Zo, dat gaan we meenemen. En jij bent ontslagen. Oh, en het is jammer dat de cirkel hier niet is. Want ik wou hier namelijk eigenlijk gewoon zo rondlopen. En dan zo la la la. Nee. La 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 la. Net alsof doen, alsof ik de echte Dr. Doom ben. En hallo, komt er hier toevallig nog een enemy? Of durven ze allemaal opeens niet meer? Eens even kijken. Kan ik hier ook zitten, net als de echte Dr. Doom? Nee. En oh nee. Oh nee, de storm komt eraan. Oh, dit is niet de bedoeling. Ik moet hier zo snel mogelijk weg voordat ik doodga. Het kan niet zo zijn dat de echte Dr. Doom, wat ik nu natuurlijk ben, doodgaat door de storm. Oké, dit is wel een probleempje. Ik was op zoek naar een e-boot waardoor ik kon zitten op de troon van Dr. Doom. Ga ik dit überhaupt wel overleven? Het zou zo dom zijn als ik nu doodga. Oh jongens, deze challenge gaat meteen alweer helemaal fout. Oké, we gaan hier naar beneden. Ik moet geen fall damage pakken. En ik pak fall damage. Dit was zo dom. Oké, let's go. We hebben chuck splashes. Die gaan we zeker nodig hebben. Oh, gelukkig had ik die, anders had ik hem misschien niet overleefd. En ik zie daar een auto. Vanaf nu is dit gewoon Dr. Doom's auto. Alleen jammer dat hij niet groen is. Eigenlijk zou ik alleen maar in groene auto's mogen rijden. Weet je wat ik gewoon even doe? Ik rij even naar de cirkel toe, want anders ga ik dood. En daar heb ik geen zin in, want het is echt heel ver rijden. En dan vanaf nu mag ik alleen maar groene auto's gebruiken. Dat vind ik wel een leuke challenge. En oh, er zijn hier enemies. Neem even een mini shield. Dat heeft Dr. Doom ook lekker. Dr. Doom heeft ook gewoon dorst, oké. En oh, groot de shield, dit kan ik perfect gebruiken. Oh, wat is dit lekker zeg. Oké, geef me even... Oh nee, ik mag dit helemaal niet gebruiken. Ik mag alleen maar de mythics gebruiken van Dr. Doom natuurlijk. Ik hoorde hier net schoten. Is er iemand die hier de echte Dr. Doom wil overnemen? Of overnemen? Ik bedoel, wil proberen te killen, want dan ga je zelf namelijk keihard dood. Ik ben namelijk de echte Dr. Doom. Kijk maar. Volgens mij maakt Dr. Doom niet eens dat geluid. Maar ja, boeien, ik wil wat kills maken, oké? Dus we gaan gewoon enemies zoeken en die ga ik dan gewoon slaan. Bam! Op deze manier. En die enemies heb ik gevonden. Hierboven zitten namelijk enemies, want ik hoor namelijk schoten. En dat is precies waarnaar ik op zoek ben. Maar waarom? Waar zijn de enemies? Ik snap dat jullie bang zijn voor Dr. Doom. Ik zou namelijk ook heel erg bang zijn voor Boss Dr. Doom, die ik natuurlijk nu ben. Want de echte Dr. Doom, die is dood. Zit dan hier misschien iemand? Misschien iemand in het huis? Ik blaas zo het hele huis op, hoor. Of ik laat de auto's vliegen. Dat kan ook. Hallo, is hier iemand in het huis? Waar is iedereen? Ik heb maar één kill. Ik heb verder nog helemaal niemand gezien. Iedereen is gewoon oprecht bang voor Dr. Doom. Weet je wat? Ik pak toch een auto erbij, want ik vind het een beetje saai. Ik ben Boss Dr. Doom. Ik mag alles doen wat ik zelf wil. En één van die dingen is dwars door een huis rijden.
Oké, dat werkt niet. Laat maar, ik ga niet dwars door een huis rijden. Ik ga kills maken, want ik zie eindelijk een enemy. Hallo, enemy. Dr. Doom hier en ik ga een bal op je gooien. Oh, dat doet echt heel veel damage. Ik ben Dr. Doom. Je mag niet op mij schieten, want ik schiet allemaal balletjes op je hoofd. En dan ga je keihard dood. Oh, dit is echt een heel slechte mythic wapen. Weet je wat, ik ren er wel gewoon naartoe. La la la, ik ben Dr. Doom. En ik schiet een bal op je hoofd. En dan schiet ik nog meer balletjes op je hoofd. En... misschien moet ik toch maar even straks het pistooltje erbij pakken. Want dit wapen is me toch een partijtje slecht. En er liepen hier nog meer enemies. Alleen ik weet niet waar ze zijn gebleven. Oké, daar beneden loopt er een. Bim, bim. Kijk, dit wapen is goed. En er zit daar iemand in de bosjes te campen. Ik kan gewoon door de bosjes schieten hoor. Ik weet niet of je het door hebt. Ik ga wel gewoon naar je toe vliegen. Niet van Dr. Doom vluchten, oké? Dat is namelijk niet de bedoeling. En die enemy liep hier ergens. Maar die enemy is denk ik toch misschien wel een klein beetje bang voor me. Want ik ben Dr. Doom. Wie wil er nou vechten met Dr. Doom? Ik zou vluchten van Dr. Doom als ik in Fortnite zit. Laat even een like achter op deze video als jij Dr. Doom wel zou verslaan. Of abonneer even op mijn kanaal als jij Dr. Doom absoluut niet zou willen verslaan en dat dat zonde is van je tijd. Je mag zelf kiezen. Is hier iemand die wil vechten met Dr. Doom? Oh, kijk, daar loopt iemand helemaal in de verte. Boom. Oh, wow, dat was echt een zieke hit. Kan ik iemand vanaf zover raken? Dat is echt wel heel moeilijk. Hij zit in een bosje. Waarom gaat iedereen de hele tijd voor mij... oh, auw. Waarom gaat de hele tijd iedereen voor mij vluchten? Ik ben niet de echte Dr. Doom, maar dat denken ze natuurlijk wel. En ze denken, nee, ik ga niet vechten met Boss Dr. Doom. En daar liep net iemand, maar rechts van me hoor ik schoten. Ik ga gewoon naar rechts toe. Want waar iemand loopt is één iemand. Waar je schoten hoort zijn twee mensen. Dat is veel leuker. Alleen, waar zijn ze? Oh, dat zijn bots. Dat is niet de bedoeling. Kijk, daar loopt een echt iemand. Jou ga ik even killen. Zo. Oh, lekkere kill. En, oh, daar loopt daar een boss. Oh, oh, ik weet niet wie ik heb gekild. Maar, sorry. Nee, trouwens helemaal niet sorry. Ik ben Dr. Doom en ik doe wat ik wil. Kijk. Ik schiet namelijk nu een bal op jou. Boom! Oh, ik heb op mensen boos. Het was niet de bedoeling om jou boos te maken. Sorry, meneer. Deze, ga jij dan ook maar dood? Kijk, daarachter loopt een echt enemy. Die maak ik gewoon met een headshot dood. Oh, 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 let's go. En loopt hier beneden nog iemand? Ja, jij loopt hier ook nog. Hé, wil jij Dr. Doom uitdagen? Ik zou het niet... ik schiet mis. Ik zou het niet doen, zei ik. Goed zo. En er staat hier een doemkist. Kijk, deze kist is voor mij bestemd. En wat krijgen we eruit? Ik mag dit niet gebruiken. Ik mag alleen maar de mythix gebruiken. En jij? Slapen, vriend. Oké, we hebben 10 kills gemaakt. En er zijn nog 27 man over. Ik moet toch minimaal wel 10 kills zien te halen. En ik hoor weer schoten. Oh, ik hoor heel veel schoten. Ik ga er naartoe rennen. En oh, ik ben een beetje moe. Misschien had ik maar gewoon een auto moeten gebruiken. Dit is niet zo leuk. Kijk, 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 kijk. Hier loopt een enemy. Daar, op de berg. Jou kan ik even killen met mijn Dr. Doom pistooltje. Huh. Oh, dit, ik ben niet zo fan van dit pistooltje. Echt, de wapens van Dr. Doom zijn eigenlijk echt heel erg slecht. Wat kan ik met jou? Kan ik jou dan even killen op deze manier? Nee, anders schiet ik gewoon een Dr. Doom bal op je hoofd. Bam! Huh. Oh, kijk, hier. Voor 90 geraakt. En dan, kom op. Mijn balletjes moeten wel raak gaan, hè. Anders gaat het niet helemaal goed. Hoppa! En dan hier, Peely. Peely, rustig aan. Oh, hier loopt ook iemand. Ik gooi een balletje op Peely. Zo, dan maak ik jou dood met mijn pistooltje. En dan, hier loopt nog iemand. Kom dan, kom dan. Ik ben Dr. Doom, hè. Durf je wel tegen mij te vechten? Ik ga jou namelijk killen met mijn groene plasma balletjes. Hier, let op. Bam! Haha, geen ruzie maken met Boss Dr. Doom. En ik hoor nog meer schoten. Zitten er mensen hier... oké, nou, hier kan je dus niet in. Dan zitten er mensen hier achter. En ik moet nog 2 kills. En dan heb ik 10 kills. En kijk, hier loopt iemand. En dan krijgt hij weer een bal op zijn gezicht. Dat is weer een Peely. Waarom lopen hier de hele tijd Peely's? Peely is dood. En hier loopt nog iemand. Hé, hey, even normaal doen, hè. Want ik gooi gewoon straks een bal op je hoofd. Dan moet ik even 2 seconden wachten. Ik bedoel dit. Hier, niet ruzie met mij zoeken. Heb je dat begrepen? Dank je wel. En ik hoor meteen nog meer schoten in de verte. Hoe kan ik nou opeens zoveel enemies tegenkomen? Oh, ligt hier een legendary wapen. Ik wil die meenemen, maar dat mag niet. Ik mag alleen maar mythic wapens gebruiken. Want Dr. Doom, die gebruikt ook geen legendary wapens. Die gebruikt ook alleen maar mythic. En ik ga even een auto lenen hoor. Zo kan ik namelijk een stukje sneller naar die enemies rijden. Kijk, want die lopen namelijk hier aan de overkant. Oeh, loopt hier nou een enemy of niet? Hallo? Nee, hier loopt geen enemy. Maar daar loopt wel een enemy. Kijk, eerst daar eentje. Die schiet gewoon die grote bal op hem. Hey, hey, hey. Oh, die zit heel dichtbij. Oh nee. Dit wapen is slecht. Wegrennen, wegrennen, wegrennen. Even schuilen achter deze boom, hoor. Zo. Wil iemand vechten met Dr. Doom? Ik ga je oppakken.
Oh, jij bent zo noob. Jij bent zo noob. Ik schiet alles mis. Nou, dan gooi ik wel een balletje op je hoofd. Doei. Hey, waar is mijn boom gebleven? Au. Au, 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 au. Hallo, kijk eens. Ik schiet weer wel plasma balletjes op je hoofd. Weet je wat? Ik gebruik het pistooltje wel. Is nu gewoon misschien denk ik even makkelijker. Al is dat pistooltje zo slecht. Waar is mijn boom nou weer gebleven? Mijn bomen verdwijnen de hele tijd. Hier, bim, bim. Gewoon noscopen. Misschien dat dat veel slimmer is om te doen. En weer wegrennen. Kijk, want daar lopen namelijk nog meer mensen. Bim. Oh. Oh, ik dacht dat ik hem raakte, maar ik raakte de auto. Jij moet dood. Zo, kogel je bips. Eens even kijken, waar zijn die mensen? Daar loopt iemand. Daar schiet ik gewoon een balletje op. En dan is die bijna dood. Als mijn kill niet wordt gestolen. Kom op, kom op. Oké, ik heb een kill. En dan kill ik die andere persoon er ook even bij. Die is ook dood. Er loopt nog één iemand achter. En die ga ik ook killen. Hier niet achter de boom schieten. Oh, 135 headshot. Yeah, let's go. Oh, en dan lopen er nog meer enemies. Ik kom daar letterlijk net vandaan. Waarom komen er altijd mensen van plekken waar ik net vandaan kom? Dat is echt zo vervelend. Dan moet ik weer helemaal naartoe lopen. En ik hou niet zo van lopen, oké? Okay? Oh. Eens even koekeloeren. Kijk, daar loopt iemand. Zo. Haha, met één kogel. En jij, hop, hop. Eén kogel. Twee kogels. Oké, die is echt bijna dood. Dus jullie weten waar de tijd weer is. Ik gooi een balletje op je hoofd. Haha, let's go. Oh, en dan zijn er maar gewoon vier mensen over. Oh, en één iemand loopt achter mij. Ik hoor namelijk weer schoten. Twee mensen lopen zelfs achter mij. Kijk, daar loopt één iemand. Die kan ik misschien makkelijk even snel killen. Kom op, nog één kogel raken. Oké, die is dood. Oh, en er loopt hier nog iemand. Hé, ik schiet gewoon weer een balletje op jouw hoofd. Oh, er lopen hier twee mensen. Wat? Oké, eentje is dood. En is dit dan de laatste persoon? Nee, dit is niet de laatste persoon. Er is nog één iemand over. Oké, ik moet dit winnen. Dan heb ik namelijk met 21 kills gewonnen. Terwijl ik Boss Dr. Doom ben. Alleen waar, oh waar, kan ik die persoon vinden? Ik heb echt geen flauw idee. Dit wordt gewoon een 1 tegen 1 tegen Dr. Doom. Die enemy zal ook wel denken, waar ben ik aan begonnen? En dan doe ik zo dat pijltje boven mijn hoofd. En dan denkt hij dat ik gewoon echt Boss Dr. Doom ben. Althans, je bent wel heel noob als je dat in het echt denkt. Als je dat denkt, dan krijg je echt min 10.000 aura punten. Waar zit die laatste enemy? Weet je, ik blijf hier gewoon wel even lekker chillen. En dan kom ik die enemy denk ik vanzelf wel even tegen. Kijk, ik ga hier gewoon even lekker relaxen op mijn hele mooie stoel. Dit is vanaf nu mijn nieuwe Dr. Doom troon, oké? Okay? En misschien moet ik lopen, want de storm komt er straks aan. Ik denk dat ik dat maar gewoon ga doen. Oh, en ik heb de laatste enemy gevonden. Wow, wow, waarom liggen hier zoveel shields? Wat is deze enemy met al die shields aan doen? Hey, je kan wel zoveel shields hebben, maar ik ben Dr. Doom, hè? Dus je gaat gewoon dood. Kijk, probeer me maar te raken. Dat kan jij niet, hè? Dat kan jij niet, want ik ben Dr. Doom. En jij bent de Doom. Balletje op je gezicht. En ik heb gewonnen als Dr. Doom. En dit was de video. Klik even hier of hier om een andere video te zien. Om te zeker te missen. En schat weg in 3, 2, 1.